Mijn naam is Jansana, Erik Jansana. Ja, ik weet dat Daniel Craig, die stopte hier naar mee. Nee, daarom ook, daarom. Dus wie weet. Een open sollicitatie, hè? Noemen ze dat. Het is weer tijd voor Ziggo Have a Seat en vandaag zit in de zitzak... Erik Jansana. Erik, sinds 2013 zit je bij Ajax. Ja, klopt. Wat weet je nog van het moment toen je hoorde Ajax wil jou hebben? Ja, ik was natuurlijk heel erg trots dat ik bij Ajax mocht spelen. Ook omdat mijn hele familie voor Ajax is. Dus dat is extra mooi natuurlijk. Dat je hun ook een beetje trots kan maken daarmee. Dus ja, echt heel erg blij was ik ermee. En wat zei je familie? Ja, heel erg trots natuurlijk. Die zijn nog steeds heel erg trots op me. Dat ik bij Ajax mocht spelen. Ik hoop dat ik ook goed ga zitten. Ja, zo. Arie, ik heb de eerste vraag voor je. Nou. Dit is mijn favoriete eten. Maar ik kan je wel blij maken met een lekker pizzaatje, moet ik zeggen. Maar ik vind ook bijvoorbeeld een paella vind ik ook wel lekker. Ja. Ja, maar dat heeft wel te maken met... Ja, met mijn afkomst natuurlijk. Maar ja, dat lust ik ook wel. In deze film had ik wel de hoofdrol willen spelen. James Bond. Mijn naam is Jansana, Erik Jansana. Ja, ik weet dat Daniel Craig, die stopte hier naar mee. Nee, daarom ook, daarom. Dus wie weet. Een open sollicitatie, noemen ze dat. Hieraan herken ik voor mezelf mijn Spaanse roots. Ik denk mijn temperament. Ik, echt hoor. Als ik achter sta of zo, dan merk ik dat mijn temperament naar boven komt. En ook tegenover de scheidsrechter kan ik wel eens... Dan kan ik wel eens negatief tegen hem zijn. Scheld je dan wel eens in het Spaans? Ja, ook wel eens. Ja? Ook wel eens. Ja, maar dat verstaan ze ook. Dus uiteindelijk moet ik het maar niet doen. Dit liedje zing ik altijd onder de douche. De Spaanstalige liedjes van Ozuna en zo, dat vind ik wel lekker om naar te luisteren. Hou je een beetje toon? Onder de douche klinkt het wel goed, ja. Maar als ik het aan mijn moeder vraag, niet. Deze persoon is mijn held. Ik denk dat mijn moeder wel mijn held is. Daar woon ik ook samen mee en dat is echt wel een voorbeeld voor mij. En waarom is je moeder dan je held? Ja, ze kookt voor me, ze doet de was voor me. Ja, ze doet eigenlijk echt alles voor me. Ja, met deze persoon wil ik wel eens een beschuitje eten. Dit is echt een moeilijke vraag, want er zijn er echt veel. Er zijn er echt veel. Ja, er zijn er echt veel. Als ik nu een antwoord nodig heb. Nu een antwoord. Jolante, die komt wel een eind, hoor, moet ik zeggen. Ook single nu, dus... Kunnen we even een oproepje doen? Ik ben te bereiken via... Erik Jansana op Instagram, dus... Ja, mocht je interesse hebben, mocht je interesse hebben. Krijg je wel een kind bij dan ook, hè? Het moet wel, hè? Ja. Deze teamgenoot verliest altijd van mij met spelletjes. Kelvin Raatsi en Jury de Geer, die kunnen niet zo goed toepen ook. Oh ja, en Quinten en Jurrien Timber ook. Kunnen ze tegen hun verlies? Ja, ze kunnen wel tegen, omdat ze langzamerhand wel weten dat ze van mij verliezen. De laatste tijd gaan ze ook een beetje vals spelen en tegen mij inspelen, dus het wordt steeds lastiger voor mij. Dit is mijn doel dit seizoen. Ik denk kampioen worden, dat sowieso, met de onder 19 en zoveel mogelijk speelminuten krijgen ook bij Jong Ajax. Dat is echt een doel voor mij. Dan zijn we nu aangekomen bij het zitzakwerpen. Nou, nu gaat het komen, hè. Precies 9,5 meter. 9,5, shit, hè. Dankjewel en Top. Heel veel succes dit seizoen. Hè? Ja, bedankt. Inside Ajax. Iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.